Ik ben onderweg naar Bratislava, dus die maar 60 kilometer. Dat is een appeltje eitje vandaag. Je ziet het. Fietspad is overstroomd. Er is maar één oplossing, even mijn schoenen uittrekken en mijn sokken uit. En op blote voeten door het water heen te gaan, want ik weet echt niet hoe ik dit anders op moet lossen. Nou, je ziet het water is gewoon kniehoogte. Mijn voortas moest ik eraf halen. De stuur ging omhoog vanwege de lucht. Nou, gelukkig zijn mijn tassen helemaal waterdicht, dus geen probleem. En de fietspad is gewoon overstroomd. En ik ga daarheen. En ik kom daar vandaan. Dus het maakt niet uit. Dat heb ik wel vaker meegemaakt in Tibet ook. Rivieren oversteken. Ik ben net uit Slowakije binnen met drie andere fietsers. Ik ga nu op zoek naar een hostel. Oké, land nummer 4. Ik ben nu op weg naar Schiphol, de Slovaakse variant. En ik ga nu de jongens ophalen. Wat gaan ze zweten. Kijk eens wie we daar hebben. Beste mensen, ik presenteer u hierbij de nieuwe reisgenoten Wil Vonk en Jan de Witte. Hoi! Hoe is hij, slaapschutter? Kijk eens blij zijn. Dit is Jan. En dat is wel. En ze hebben er zin in. Nou, de nieuwe area mooier in de maak, zeg maar. Even Olympus aangepraat krijgen. En dan weet je het zeker wel. Ja, zeker foto's maken. En dan nou, kieken. Zeker even in jullie aan me wacht. We zullen jou wel Kiek noemen, maar Kiek is nemen van jullie. Noem mij wel Kiek. Goed, ja, je moet toch een beetje vastlagen. Dat is een aardig mis. Ja, bij de gekke kot als je hem nodig hebt. We zijn net Bratislava uitgefietst. Jan de Wit op zijn eerste fietsdag. Daarachter fiets Wil. En ze hebben er veel zin in. Of niet? Zo Jack? Is dat. Hoe is het met Jack? Heeft Wil nog wat te zeggen op zijn eerste fietsdag? Nou, het gaat allemaal goed, Wouter. Lekker weer, meewind. Ik ben er klaar voor, gedreven als nooit tevoren. Oké, ja. Welk land is dat? Land 2. En hoe heet dat land? Hongarije. Hoi. Hongaarse gulashsoep. Here we come. Zo, nou, net de Hongaarse grens over. Hier zijn ze dan, de auto. Eindelijk. Gulashsoep. Eindelijk Gulashsoep. Volledig in beeld. Ja, het draait vandaag in dit land allemaal om de gulashsoep. Gulashsoep. Een soort pelgrimstocht naar de
origin de beste goulash. Heel goulash. Goulash in Inca cola. Van goulash cola. Inca soep. Aangekomen in het centrum. We willen ze even lekkere foto's aanmaken. We gaan straks naar een legendarisch hostel genaamd Tiger Tim. Daar heeft Jan al heel veel over gehoord. Is dat waar of niet? Absoluut. Tiger Tim is een held. Legende. Legende, ja, dat bouwen we. Goulash soep ook. Dit is een goulash verslindende hostel-eigenaar. Ja. We hebben zoveel over hem gehoord. Vooral voor de Amerikanen ligt er. Dus dat gaat helemaal goed komen de aankomende dagen. En hij heeft Will nog iets toe te voegen. Tiger Will. Zijn camera terzijde. Ik heb Trekking Goulash en... Tiger Will. Tiger Will. Gaat al een foto achterop op mijn rug. Een vieze zweetvlek op zijn rug. Zo, nou kennen we. Kut, ik doe het. WP. Hey.